Before we continue with the video, please make sure to go to Dunia's Kitchen on YouTube and make sure to subscribe on the channel for more delicious and easy recipes. Remember, subscribe is free. Assalamualaikum, welkom bij Dunia's Kitchen. Voor vandaag leer ik jullie Afghaanse jalebi te maken. Voor dit recept heb je nodig 1 volle thee eetlepel droge gist, 1 volle eetlepel nechesta, oftewel cornflour, 1 volle eetlepel olie, 2 theeglazen melk en 1 theeglas yoghurt. Nu gaan we de droge ingrediënten allemaal samenvoegen in een grote kom. Dus de meel erbij doen. De gist erbij doen en de nechesta. Goed mengen. Voeg nu de yoghurt eraan toe. Olie. Dan proberen we beetje bij beetje water aan toe te voegen. We moeten de klontjes vermijden. Hiervoor heb je ongeveer 2 glazen water nodig. Het mengsel moet niet te dun zijn, niet te loperig, maar ook niet te dik. Dus je moet een glad mengsel krijgen. Dit laten we ongeveer een half uurtje tot een uurtje. Even aan de zijkant. De siroop heb je nodig 2 theeglazen suiker, 2 theeglazen water, een klein beetje van turmeric, oftewel kurkuma. Dat is voor de kleur. Je kunt ook een kleurstof aan toevoegen. Dat is geheel aan jezelf. Een klein beetje rozenwater. En een beetje van cardamom. In een pannetje maken we de siroop. Je voegt toe suiker en water. En dit op een hoog vuurtje laten we het tot koken brengen. Als het begint te koken, dan voeg je eraan toe een klein beetje van cardamom. Ongeveer 1 theelepel van rozenwater. Een klein beetje van turmeric. Even roeren. Op een hoog vuurtje laat je het zeker nog 2 tot 3 minuten koken. En om te weten of het de juiste consistentie dikte heeft, kun je dat even nagaan met je vingers. Dus je neemt een klein beetje van de siroop. Pas op, je kan er aan verbranden. Dus even afkoelen en dan met je vingers ga je kijken of, of de siroop begint te plakken. Dus
neem een klein beetje van de siroop. En zoals je ziet is het al plakkerig. Als het zo plakkerig is, dan zet je hem op heel laag vuurtje. Na een uurtje ziet je deegmengsel er zo uit. Hij is al wat aardig dikker geworden. Dus nu nemen we een lege ketchupfles. En daar gaat de deegmengsel erin. Het dopje gaat erop. En nu gaan we jalebies maken. In een grote pan met veel olie gaan we de jalebies maken. Dus je neemt je flesje erbij. En je begint vanaf het midden en dan maak je een soort van cirkelvorm. Het pannetje moet op hoog vuur zijn. Beide kanten van de jalebies moeten goudbruin worden, dus we gaan ze frituren totdat ze een mooi gele kleurtje krijgen. De jalebi gaat nu in het pannetje met siroop. Hier moet je oppassen dat je hem niet te lang in laat zitten, want anders wordt de jalebi te zacht en dan kun je hem niet eruit halen. Dus eventjes kort de beide kanten, voor en achterkant, deppen in siroop saus en meteen eruit halen. Op deze manier krijg je ook van die lekkere, krokante jalebi. Voilà, je heerlijke jalebi is klaar om opgegeten te worden. Lekker zacht van binnen, knusperig van buiten en heerlijk zoet. Dit was het dan voor vandaag. Ik hoop dat jullie dit een leuk filmpje vonden. Ik wens jullie allemaal heel veel succes bij het maken van deze heerlijke Afghaanse jalebies. En vonden jullie dit een leuk filmpje? Alsjeblieft, abonneer op mijn kanaal Dunia's Kitchen. In de toekomst zal ik meer van dit soort filmpjes uploaden. Dus hou het in de gaten. En nogmaals, alsjeblieft, deel mijn recepten, like mijn recepten. En inshallah tot de volgende keer. Assalamu alaikum.